Yo, Vaku Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed Syndicate, hier op Vaku Games. En jongens, de vorige keer zijn we aangekomen in het hartje van Londen. We hebben een aantal doelwitten gekregen die we waarschijnlijk om moeten gaan leggen. Tenminste, daar ga ik vanuit, we gaan geen thee met ze drinken. Dat doen sommige mensen ook in Londen, ik waarschijnlijk niet. Wij gaan lekker verder met sequentie 4, there we go. Voorlopig eventjes een kaart van Londen. Druk op tab om de kaart van Londen te bekijken. Voltooi veroveringsactiviteiten om gebieden van de Blighters te veroveren. Dood de Tempelier misdaadbaas. Van de titel. Schrijf dat maar op je visitekaartje. Om de wijk te veroveren. Oké. Okay. Klinkt dus een plan. Wie moeten we als eerste pakken? Niet veroverd. The City of London. Daar hebben we Whitechapel. Hier is aanbevolen niveau 2. Een boefje vangen. Het had een titel van de Bassin Adriaan video kunnen zijn. Aberline, gaan we die aannemen? Ja, is goed, ja. Gaan we daarheen? Ik wil daarheen. Kan dat? Mag dat? Oh, wacht, dit is de hele grote kaart van Londen. Oh, wauw. Dat is veel groter dan ik dacht, joh. Holy shit, op een grote... Damn. Moet ik dat helemaal doorrennen? Nou ja, vooruit. Ik vind het idee. Let's go. Terug. Prima, ja. Eenvaardigheidspunt. Oh, leuk. Hoe deden we dat ook alweer? The gangs, the fights, even the outfits you'll wear. Perhaps you should lead the way. Nee, ik ga niet voorop. Ik wil mijn punt. Dat is wat ik wil. Wie is dit? De slagerstweeling. Daar ben ik niet geïnteresseerd in. Hoe ga ik een punt toevoegen? Vaardigheden. Ja. Welke is handig? Vorige keer hebben we namelijk de double kill gepakt. Je gezondheid wordt verhoogd. Is wel fijn. Als je combo keer 10 bereikt, breng je je volgende vijand automatisch op het randje van de dood. Lockpicking. Deze hebben we al. Je beroof vijanden. Waarom hebben we die nou niet meer terug? Oh, wacht, die hadden we met Evie natuurlijk. En ik wil hem met Jacob ook. Sowieso. Hoeveel punten hebben we? We kunnen er nog een aantal andere toevoegen. Gezondheid verhogen is altijd leuk. Want dan krijgen we nog alles wat klappen. Nou ja, dan moeten we ze wel op kunnen vangen natuurlijk, hè. Deze hebben we allemaal al. Passiviteit leidt minder snel tot verlies van je combo-reeks. Arends oog. Grondstoffen. Deze is ook wel fijn. Met je Arends oog door muren kijken en vijanden markeren. Dan kan ik in ieder geval zien waar ze zitten. Of ik ze dan te pakken kan krijgen, dat is een tweede. Maar dan weet ik in ieder geval ongeveer waar ik moet zoeken. Je hebt een nieuw niveau bereikt. Nou, alleen maar de punten uit te geven. Goed man, niveau 2. We hebben nog één punt over. Wat is dit? Je stealth-techniek neemt toe met 7. 7 wat? Boomstammen? Geloof het toch niet, hè? Maar deze kosten allemaal 2 punten. Zoveel heb ik niet. Ik heb er nog maar 1. Nou, laten we daar eventjes mee wachten. Dan sparen we nog 1 punt over en dan... Oh! Druk op escape om naar het hoofdmenu te gaan en vervolgens te switchen. Evie pakt de zaken liever geruisloos aan. Jacob is eerder voor de confrontatie. Jacob en XP en... Evie delen geld, XP en beloningen. Maar ze hebben hun eigen uitrustingen en vaardigheden. Ah, dus als ik bij de ene iets upgrade, krijgt de andere het niet automatisch. Kijk aan de kant. Bitch. Ah, een dood paard. Ah, zielig. Ja, niks. Alsof ik een dood paard op de straat heb gelegd. Met je, wat weet jij ervan? Natuurlijk weet ik er niks vanaf. Ik ben geen paardenmoordenaar, ik ben een mensenmoordenaar. Dood de misdadigers. Oké. Okay. Hoi. Jij ook nog? Mag hoor. Beetje onschuldige mensen lastig vallen. Midden op de straat. Durf je wel? Auw. Doe eens niet. Dat is vervelend. Sla zijn hoed van zijn bakkes. Ja, die doet het niet meer. Sowieso niet. We moeten daar naar achter. We moeten 38 meter lopen. Door de politieagent vindt het ook top. Je hebt zoiets van, joh, mensen in elkaar gemapt. Helemaal geurig. Mag jij niet. Sterf. Die mannetjes met rode pakjes, ik mag ze niet. Of die vrouwtjes met rode pakjes, mag ik ook niet. Rookbommen en werpmessen zijn vol, dat is keurig. Dan moeten we hier ergens een missie kunnen uitvoeren. Daarboven, hoe de neuk gaan we daar komen. Via dit kistje. Hey, hallo. Aberline, naar waarnemen. Wie ben jij? En wat kom je doen? Waarom ben je interessant? Hey, Big Ben. Even, feitje,
random feitjes, vaak gewoon over. Die toren die heet niet Big Ben. Big Ben is de klok in de toren. Die toren die heet de klokkentoren volgens mij. Originele naam voor een toren met klokken. Aha, sommige mensen vinden dat leuk, zichzelf als vrouw kleden, moeten ze weten. Frederick Eberlein. I was expecting you to be a policeman. I was expecting you to be discreet. Henry Green said that you could help us go unnoticed. Ik ga mijn best doen. This is how it will work. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me. Quietly. Ja, maar ik wil ze vermoorden. Dat is mijn taak. Ik ben een assassin. The fuck? Gaat hij mijn kill afpakken? Dan krijgt hij de XP. Ik wil de XP en ik wil punten verdienen. En mensen afmaken, dat wil ik ook doen. We moeten dus bendes verzamelen. Op het dak. We doen een bende op het dak. Bereik hoger gelegen gebied en verover Whitechapel. Neem het herinneringsdoelwit gevangen en breng het naar het afleverpunt. Oké, dus we moeten hem te pakken zien te krijgen. Dan moeten we hier dus kijken wie er zit. Als je onopgemerkt achter een vijand bent, kun je hem ontvoeren. Druk IMG HTML Entity Pad button, type move FW IMG SSC HTML Entity. Volgens mij klopt er iets niet helemaal in jullie game, Ubisoft. Druk op E om een ontvoerde gevangene in een gesloten rijtuig te duwen. Nou, dan zullen we nooit weten wat we met die anderen moeten doen. Hoppa! Vind Homer Dalton. Gevonden. Kom maar eens eventjes mee, buddy. Kom maar met me mee. Gewoon lopen. Waar moet hij heen? Oh, daar moet de koets in. Maar je krijgt een gratis koetsritje. Gratis even niks. Nee. Jij doet gewoon wat ik van je wil. Instappen jij. Deurtje open, erin. En blijf zitten. Zo. There we go. Lever het doelwit levend af. Daar naartoe. Ja! Ik hoop dat hij tevreden met me is. Ja, hé, hey, hoor eens. Ik kom van links. Ik heb voorrang. Zo werkt dat in Engeland, hè. Ho, 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 ho. Ik vind het zo vervelend om aan die linkerkant van die weg te gaan rijden. Het is zo onlogisch voor mij. Ik rij al bijna 10 jaar in een auto aan de rechterkant van de weg. Dan moet ik in één keer links gaan rijden. Het staat in de weg, bokken. Kijk eens wie we gevonden hebben. Vreemjacht. Bonuspunten. Nou, veel plezier met de mem. Doe er wat leuks mee. Bondgenoot en loyaliteiten. Zoek bondgenoten in Londen en help ze. Als je ze helpt, worden ze loyaler aan de Rooks. En met loyaliteit kun je unieke waardevolle beloningen vrijspelen. Bof ik even. Premiejacht is voltooid. Zijn we nou één gebied vrijgespeeld of niet? Nee, nog niet. Whitechapel. Zijn bendeleider is nog steeds actief. Bendevesting. Een boefje vangen. Eens kijken wat dit is. Terug. Kijken of we die kunnen pakken. Want ik wil eigenlijk wel dat gebied hebben. Dan geeft mij dat een beetje een vrijstaat waar ik daar naartoe kan. Als het misdreigt gaat. Oh, je bakkes. Gaan ze me een beetje lopen verraaien. De bitch. Oh, sorry meneer met uw grote hoge hoed. Hij stond je toch niet goed. Infiltreer het gebied. Oh, wat is dit? Oh, daar hebben ze ruzie met me. Nou. Wat is er nou? Ik doe toch helemaal niks? Ik kom alleen maar even langs. Ik... Auw. Auw. Zeg. Blijf liggen. Wil je die ruzie zoeken? Oeh, je buik. Oeh. Zaga. Nog meer.
Vind Harold Drake. En die gozer moet blijkbaar dood. Oké, kan geregeld worden. Combo! Miss! Oh ja, ga eventjes uitgebreid herladen. Tuurlijk. Uh-oh. Nee, don't kill me. Don't kill. Dat is vals spelen. Hopelijk heeft hij geen pistool. Auw. Jacob, je faal assassin. Kan je niet eens even een gebouwtje opklimmen? Niet dat ik het kan hoor, maar hey. Dan gaan we het nog een keer proberen. Ik wil dat gebouw hebben. Maar ik deed het verkeerd. Ik werd al gezien toen ik überhaupt naar binnen wilde gaan. Ik moet veel stiller en veel meer sneaky doen. Dat is totaal mijn tactiek niet. Normaal is mijn tactiek naar binnen rennen en hopen dat ik iemand tegenkom. Weet je wat, we gaan via het dak. Dat mag vast wel. Vermoord het doelwit met een kist dynamiet. Klinkt als een doel. Vind Harold Drake. Daar. Wie hebben we? Harold Drake. Hij moet eraan. Oké. Met een kist dynamiet. No bobbies in sight. Good. Distribute the dynamite then and carefully. Very good, sir. Hoe kom ik daar nou weer bij? We moeten proberen om daar naar binnen te komen. En dan dicht in de buurt van zo'n kist dynamiet. Er staat vast wel ergens een raam open, zie je wel. Hop. How many crates do we have left to distribute? Only about a dozen, sir. Pijnlijk. Ik smeer hem. Ik peer hem. Tranaden, na, niet schieten. Zometeen ontploft jullie de rest van jullie dynamiet ook nog. Het werkt. Ik smeer hem. Ik peer hem. Hoe kan ik hier zo snel mogelijk wegkomen? Oh, ik moet naar boven. Maar als ik hier naar boven probeer te klimmen, kunnen we ook hier naar links. Tempeliersjacht. Voltooid. Met een kist dynamiet. Het was Jacob. In de marktplaats. Met de kist dynamiet. Awesome. Tempelierjacht. Voltooid. Hey, we hebben een stukje vrijgespeeld. Dan hebben we nu waarschijnlijk dit. Wat is dit? Bendevesting. Laten we daar eens heen gaan. Ja, no, I'm not safe. Because I'm not over here. Ik ben weg. Dat is wat ik ben. Ik smeer hem. Ik peer hem. Maar we konden een dingetje kiezen, hè? Een vaardigheid. Voor meneer Jacob. Wat is dit? Ontvoerde vijanden proberen niet langer te ontsnappen. Oeh. Deze is ook wel leuk. Je stealth-techniek. Maar we moeten ook bedenken. Jacob is natuurlijk eentje die heel veel wil vechten. Evi is iemand die heel sneaky wil zijn. Dus dan zou het handig zijn als ik twee verschillende assassins opleid. Eentje die heel sneaky is. En eentje die heel sterk is, die iedereen in elkaar kan mappen. Dit is Jacob. Dus dan zou een verbeterde tegenaanval ook wel fijn zijn. Die gozer gaat natuurlijk veel hand-to-hand. 1 tegen 1. En met Evi kan ik daar proberen om dingen binnen te sneaken. Dat is het plan. Ik heb gewoon een plan in Assassin's Creed. Hoe goed is dat? Dat heb ik normaal gesproken ook nooit. Maar eens moet de eerste keer zijn, hè. Hoe gaan we daar nou komen? Ah, hi. Nee, niks aan de hand. Niks aan de hand. Niet zo pieperdozen. Hoe ver moet ik nog lopen? Oh, best wel een pittig end, hè. Daar moeten wij in. Geef aan op de kaart, AUB. Hallo. Als we daar nou gewoon maar zoveel mogelijk van tegenkomen. Joh, ben ik helemaal happy. Maar als we Whitechapel moeten veroveren, dan moeten we het sowieso wel pakken. Want we moeten alle vier die dingen doen. Hup, eroverheen. 184 meter. Ha, ik kom even binnenvallen. Mag wel, hè. Ga weg, kind. Aan de kant. Ik heb belangrijk werk te doen. Zoals iedereen afmaken, dat is mijn werk. Sommige mensen worden buschauffeur. Andere mensen worden assassin.
Mag ik hier langs? Kan die vast wel erin? Ja, goed zo. 100 meter, zo meteen linksaf. Dat doen ze altijd, hè, de Engeland. Linksaf, altijd. Altijd links. Links rijden. Links stemmen. Links eten. Vork in je linkerhand. Elimineer alle blighters. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh, ik ben er al. Dit was niet de bedoeling. Dus we moeten er hier nu 10 van hebben. Hop! Must be one of the clinkers. Oh, buddy! Volgende zoeken. Hij staat te uitkijken. Kom maar hier! Ze hebben me gezien. En ze gaan daar zoeken. Dus dan ga ik deze kant op. Oh, recht hier, bakkers. Kap. Die deze hier. Nee. Ik was even met hem bezig. Nou mag jij terug. Auw. Pak die andere vent nou. Deze, ja. Goed zo. Daar gaat je hoedje. Kom op. Kom op, pak er nou gewoon. Daar is één. Hop. Volgende. Als ik hem maar één op één kan pakken, dan is het niet zo erg. Maar er zijn er nog een paar. Hé, hey, kip! Hé, hey, kippie, kippie. We moeten even healen. Ik heb 2 kogels bij me. Nou, die andere 2 nog vinden. Daar zit er één. Wie is dat? Een sluipschutter. We hebben een groot bereik en kunnen meer vijanden aantrekken als ze je waarnemen. Strategie, dood of vermijd sluipschutters. Ja, vermijden, dat probeer ik altijd. Maar het werkt meestal niet zo goed bij mij. Maar zij is de laatste. Dus als ik haar te pakken krijg, ze kan sowieso geen andere meer oproepen. Want de rest, er zijn er niet meer. Laten we gewoon via de trap gaan eens een keertje. Hey, sniper. Sniper. Hey, bitch. Sterf. Blijf liggen. Auw. Hoppa. Got him. Dat waren de 10. Als ik goed geteld heb. Bendevestiging. Voltooid. Burn. Burn. Burn to the ground. Ik denk dat wij een bendevestiging hebben. En dat wij officieel uitgeroepen zijn tot baas. Bendevestiging voltooid. En nou is er nog 1 plekje over. Dat is hier. Een boefje vangen. Hier was goedje. We gaan ook nog even een boefje vangen, natuurlijk. Hè? Gaan we een boefje vangen? Oh, we hebben hem overroverd. Bendeleider van Whitechapel. Oh, dan moeten we hem natuurlijk pakken. En als we hem hebben, hebben we Whitechapel veroverd. Oh, je gaat anderen je vuile werk op laten knappen. Jij love... Wow, cool ding. Jij love back. Grijp ze! Ik pak hem wel. Als de rest hetzelfde doet. Zij hebben pistolen. Ik wil ook pistolen. Hop. Oeh. Hey, got it. Recruiteer rooks. Jullie horen bij mij. Jij hoort bij mij. Got him. Jullie zijn vanaf nu officieel mijn bitches. En jullie lopen met me mee. Want wij gaan een boefje tegenhouden. Of wat we dat ook moesten doen. En met boefje kunnen ze heel veel mensen bedoelen, hè, in Assassin's Creed.
Ik vermoed dat het weer dat kind is wat mijn portemonnee probeerde te jatten. Als ik hem nog tegenkom, ik heb nog een appeltje met hem te schillen. Hop. Want ik wil wel mijn geld terug. Weet je wat ik allemaal had kunnen kopen met dat geld? Een boefje. Boefje, ben je hier? Oh, jij bent een boefje. Jacob en Evie zijn op zoek naar de ongrijpbare Clara O'Dea. Nou, vooruit. Knallen we erachteraan, waarom ook niet. Als jullie even een like knallen, in de tussentijd. Hm? Als jullie dat even doen, ga ik proberen om een boefje te vangen. Die ziet eruit als een fucking spannend spel. What is this place? It's nice to meet you both at last. This is Clara O'Dea. Here we make it our business to know the streets and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara. Diepzinnige shit. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor too? Told you. Several factories about the city. Geef me geld terug. Almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. A small favor. Jo, in return, we offer you intelligence, something you clearly need. Oh, hold on a minute. I'm late for an appointment. Wat een kutkind. Ongelooflijk. Pleasure doing business with you. Wat een wijf. En ze gaat gewoon verder met spelen. Jo, ze lijkt mij wel. Na een aflevering. Gewoon weer verder. Bereik het pakhuis. Oké. Is goed. Doen we. Maar we kunnen er niet een heel pakhuis vol... Is het een pakhuis vol met kinderen? Ze sluiten kinderen toch niet op in pakhuizen? Maar dan staat er weer iets raars. Dat kan helemaal niet. Oh, er is een alarmbel. Oh, we zijn er alweer. Ik loop elke keer naar binnen voordat ik ook überhaupt maar weet wat er is. Maar er is een alarmbel. Dood de voorman, dat moeten we ook doen. Hij zal de voorman wel zijn. En daar is de alarmbel. Hoe gaan we die nou weer te pakken krijgen? Ik pak maar een werpmes. Dat is een heel stuk stiller. Oh shit. Shit, 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 shit. Dit was geen goed idee. Oh nee, dit was niet slim. Ze hebben me gezien. Ja, hij gaat het alarm af laten gaan. Auw. Nee, not sound the intruder. Scheisse. Jij idioot. Ik sta nog zo, wees stil. Oh shit, dit gaat helemaal mis. Dit gaat helemaal fout. Oh, jij bent de voorman. Auw. No, 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 no. Gooi een bom. Goed zo. Auw. Dan pakken we hem zo snel mogelijk. Dat is de voorman. Prikkie, prikkie. Prikkie, prikkie. Oh, in één keer vindt hij het helemaal top. Got him. En daar zijn de kinderen. Hey, hallo. Oh ja, laten we de bel saboteren. Niet dat het nog heel veel nut heeft. Oké, go. Kinderen, kom op. Jullie zijn vrij. Loop. Jullie zijn ontslagen bij deze. Officieel. Ga dan. Hey. Nee, dan niet. Dan blijven we lekker daar werken, joh. Wat jij wil. Bevrijden. Nou, nog een keer proberen. Doei! Nou, we zijn helemaal geen geld meer. Ja, balen, joh. Ze hadden een inkomen, nu helemaal niks meer. Kijk of er niemand zit hier. Daar zijn een paar kinderen. Hoe komen we daar aan de overkant? Dat is een logische route. Via daar dan de trap op waarschijnlijk. Kunnen we hier naar de overkant? Nee, dat gaan we never nooit redden. Misschien dat we hier komen. Via deze kant.
Dan springen we via hier naar beneden. Dit moet een route zijn, als het goed is. Huh, wat? Dat is even een vage route. Kunnen we dit raampje niet intrappen? Dat zou ook logisch zijn. Waarom kunnen we niet gewoon een raampje naar binnen? Nou, oké, kan niet. We gaan het anders aanpakken. Waar zitten zij? Zij zitten daar. Dus moeten we daar naar boven. Ik ben verdwaald in het standaard kantoortje. Daar zijn kinderen. Oh, dan kunnen we zo omlopen. Ah, ja, maar dat zeiden ze er niet bij. Hé, stop eens met schoonmaken. Thank you, sir. Ga je huis maar schoonmaken. Veel liever. Er is ook een ongelofelijke taffersbende. Hoe komen we nou hierboven? Via die kant, denk ik. Kunnen we hier doorheen? Zou dit kunnen? Is dit een logische route? Nee, totaal niet. Dan zijn we er zeggen nee, er reed mee op een schoot. Oh, wacht, ik zie het al. Sorry. Wat onlogische indeling van deze fabriekje. Vind je het gek dat de mensen hier nooit wegkwamen? Ze wisten gewoon niet waar de uitgang zat. Eentje erboven. En dan hier en dan via deze kant zit een omloop. Hehe. Waarom bouwen jullie niet alle omlopen hetzelfde? Lekker makkelijk voor mij. Zo, nou lopen, bitches. Kinderen bevrijden. Het is gelukt. Vraag me niet af hoe. Maar ze mogen in ieder geval weer naar buiten. Nou, vooruit, weet je. Als zij daar nou blij mee zijn. Hè? Joh. Hebben we toch iets nuttigs gedaan vandaag. Vaco Gamers. Hopelijk willen jullie deze video even een like geven. Als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Het gaat hartstikke lekker met Assassin's Creed de laatste tijd. Dus hopelijk willen jullie dat vandaag ook weer even voor me doen. Laten we proberen of we de 2000 likes weer kunnen redden. Zou pittig cool zijn. En het zou natuurlijk ook pittig cool zijn. Als ik jou morgen weer terug zie. Bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed. Assassin's Creed Syndicate. Hier op Vaco Games. Mazzel.